In de tredde divisie voetballen ONS Snit stuust tegen ACV uit Assen. Een wichtig duel, want bij verliers zakken ze naar een degradatieplak. Een verslag van Frederik Wijma. Hoe cruciaal is deze wedstrijd? Nou, cruciaal voor de staan net, want er zijn nog heel veel wedstrijden. Cruciaal voor het gevoel wel. Ik denk dat wij volle praat haar en nog maar een week laten zien dat we deze periode punten pakken. Dus voor het gevoel is dit echt cruciaal. ONS staat op het 16e plak met 9 punten. ACV had 5 punten meer en is 12e. En in dit duel is het eerste initiatief van de thuisploeg. Met een prachtige uithaalje van Gendrich Prior. Hij zet ONS in de 12e minuut op een 1-0 voorsprong. Ja, dat is lekker van de thuisploeg die het heeg nodig werd eens wat punten broeken kan. In de strijd zien die degradatie. En daar is Curti González. Met een prachtige kopbal zet hij binnen het jaloere ONS op een 12 voorsprong. Zocht ik Fred de Boer, de oud-trainer van ONS, no-trainer van ACV. De tweede helft gaat het maar mooi verder, want de paas is van Gendrich Prior, het doelpunt van Curti González. En na 64 minuten staat er 3-0 op het teller. Een weelde voor ONS, voor eigen publiek. En de ONS'ers gaan verder. Arton Musliu ziet de vierde hoeken, vindt hij ek. En hij zo'n 60 minuten is het 4-0 voor ONS. En is de oerwinning ijswol oer de streek helle. Ja, van de vorm moet natuurlijk die laatste minuten uitvoetballen worden. Dat jouwt Erik Eleveld, de invaller, de kans om de eretreffer te meiden. Het eindigt dan ik in 4-1. ONS had een beetje meer lucht niet onderen en wint met 4-1 van ACV.